Meerdere onderwijsbonden, waaronder de Bond van Leraren, BVL en de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, hebben vandaag een spoedgesprek met vicepresident Ashwin Adin. De vooruitzichten van dit jaar en nakoming van de financiële afspraken tussen regering en de bonden voerden de boventoon. De vicepresident was ondersteund door de presidentiële commissie onder leiding van Erik Banel. Het overleg vond plaats op het kabinet van de vicepresident. Marcelino Nerkus, president van de Volks, is tevreden over het verloop van het gesprek. Hij zegt dat de zorgpunten van zijn organisatie wederom onder de aandacht van de regering zijn gebracht. We hebben dus een aantal zorgpunten onder aandacht gebracht. Over de facilitering van de onderwijsvakorganisatie. Ook een aantal zaken met betrekking tot defectieve uren. En ze hebben het meegenomen. Er zal dus een vervolg overleg plaatsvinden wanneer dingen intern weer zijn besproken. Dan worden we daar weer uitgenodigd. Ben u getijd te laten gebeuren? Nou, je moet denken dat je de autoriteiten de gelegenheid moet geven om dus alles op een rekening te zetten wat de Volks heeft aangedragen. En het zal wel niet te lang duren. Bent u ook al geïnformeerd hoe de positie namelijk is van onderwijsminister Peneu? Nee, dat is niet aan de orde gekomen. Dat is dus Marcelino Nerkus. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, praat ook over een positief gesprek met de vicepresident. Hij durft echter nog niet te zeggen of het onderwijsproces normaal voortgang zal vinden. Wij moeten maandag de leden hieromtrent informeren. Want het kan positief voor mij zijn, maar de leden kunnen een andere opvatting hebben. Dus vandaar dat ik op dit moment niet veel daarover kan zeggen. Maar de scholen zullen wel geopend worden op de maandag? Dat gaan we maandag het besluit nemen. Dus de school is niet gegarandeerd nog? Ik wil daarover geen uitspraken doen. U moet rustig afwachten tot maandag. Maandag gaan we een verslag doen. Aan de hand van het verslag zullen we bepalen hoe verder. En vertrekt u hoopvol van hier? Wat zullen we zeggen? Het gesprek was positief. Positief. Wat gaat u uw leden adviseren? Dat ga ik nu niet zeggen toch. Dat gaan we met de leden bespreken. Ja. Maar goed. Is er nog over een nieuwe minister? De huidige minister die zijn portefeuille heeft ingediend terug? Ik wil daarover op dit moment geen uitspraken doen. Dus wij moeten verslag doen. Wij moeten verslag doen naar de leden. En dit zijn ook dingen die ook aan de orde is gekomen. Aldus BVL-voorzitter Wilgo Valies vandaag na het gesprek met vicepresident Ashwin Adin en de presidentiële commissie onder leiding van Erik Banel. De VP zal morgen tijdens een persconferentie namens de regering ingaan op de onderwerpen van het gesprek.